De oplossing van het grondhuurprobleem moet gezocht worden in wetgeving. Dit concludeert jurist Serena Munslag-Esset afgelopen donderdag als een van de sprekers op een lezing over de uitgifte van domeingrond in het park aan de Grote Combiweg. De jurist meent dat het recht van grondhuur aangepast moet worden en dat er genoeg oplossingsmodellen zijn bedacht door juristen. De kern van het grondhuurprobleem is dat die gronden op enig moment terugbelanden bij de staat. Zij het doordat ze vervallen, door het verstrijken van de termijn. Zij het dat je terug moet bij de staat. Als je het hebt verkocht, moet je toestemming vragen van de staat. Ja, dan moet je weer terug. Als er sprake is van een overlijden van een grondhuurder, dan vervalt dat na 18 maanden. Dus op die manier komt het terug bij de staat. Wil je het probleem oplossen, dan moet je ervoor zorgen dat het recht van grondhuur, wanneer het eenmaal is uitgegeven, dat het niet meer terug kan bij de staat. Dus mijn simpele oplossingsvoorstel zou zijn, die bepalingen, en ik heb ze net genoemd, ze zijn niet zoveel, daar moet je zetten vervallen, vervallen, vervallen. Esset Munslag geeft verder aan dat de staat ervoor moet zorgen dat grondhuurpercelen niet terugkomen in de boezem van de staat. Esset stelt dat grondhuur dan niet meer op en neer naar de staat hoeft te rennen. Dan is dat grondhuurrecht heeft een veel hogere mate van zekerheid. En dan is die hele behoefte voor een conversie, kom daarmee dan te vallen zoals ik het zeker eens heb met meneer Kalor. Maak dat grondhuurrecht, versterk dat en dan vervalt die behoefte voor een conversie. Kortom, resumeren, wat moeten we doen? In de eerste plaats moeten we eindelijk, na al die decennia, grondbeleid maken. De rechtsgeleerde oppert dat vastgesteld moet worden wat er zal gebeuren met het beleid in elk district met het oog op toekomstvisie. Ze stelt dat hiermee het recht is verstevigd en de institutionele versteviging van de grond kan komen.